ben Annelies Verbeke, ik ben auteur, Belgische, woon in Gent. Ik ben in 2003 gedebuteerd met Slaap en schrijf intussen nog 3 romans, 2 verhalenbundels en 2 moeilijk te plaatsen boeken. Ik spring nu en dan in de bres voor het genre van het korte verhaal, omdat ik daar heel veel van hou als lezer en als auteur en omdat dat hier te weinig aandacht krijgt of niet genoeg gelezen wordt. Ik schrijf ook veel voor theater. Ik heb met verschillende gezelschappen samengewerkt, voornamelijk met Wunderbaum. En dat doe ik ook heel graag. Scenario schrijven heb ik ook een tijdje gedaan. Dat vond ik minder voldoening schenken. Dat je heel veel rekening moet houden met het budget, wat je in fictie, literatuur uiteraard helemaal niet moet doen. En dat is het, denk ik. Ja, ik ben gedebuteerd bij De Geus. Dat was de eerste uitgever waar ik mijn manuscript toen naartoe stuurde. Met een grappige brief erbij over dat ik weet dat het meestal niet zo gaat dat het van de stapel wordt geplukt. Maar ja, dat ik alle andere vormen zo gênant vond voor ons beiden. En toen zijn ze beginnen lezen toch en hebben ze mij gebeld met... het aanbod om bij hen een boek uit te geven, dat was Slaap. Het ging eigenlijk vlot. Ja. Ik ben uiteraard veranderd sinds mijn debuut als mens, maar ook als schrijver. Alleen nog maar stilistisch. Bij Slaap interesseerde het mij in de eerste plaats om in korte zinnen zoveel mogelijk te ballen. Dat is mij steeds minder gaan interesseren. Ik ben steeds meer punten gaan vervangen door komma's. Ik wil dat de zinnen meer vloeien en mijn ritme is wellicht veranderd. Daarnaast denk ik dat elk boek ook anders was. En ik heb het ook heel hard nodig, merk ik, om enerzijds romans te schrijven waar ik mezelf dan verplicht om 1,5 jaar, 2 jaar die ene weg te blijven volgen die ik in het begin van het boek insla. En anderzijds om dat af te wisselen met korte verhalen waar ik eigenlijk 1 thema kan bekijken vanuit 15 verschillende standpunten. En dat geeft me toch ook altijd wel een ademruimte en een gevoel van vrijheid. En de roman biedt mij dan weer andere dingen die de verhalenbundels niet brengen. En af en toe ga ik ook graag buiten spelen en daarvoor vind ik theater ideaal. En zeker mijn samenwerkingen met Wunderbaum vond ik fantastisch. Ik ga aan het eind van dit jaar ook weer iets voor hen schrijven. En met hen was samenwerken het fijnst, omdat wij elkaar heel goed aanvoelen, elkaar heel goed begrijpen. Ook niet alles hoeven uit te leggen aan elkaar voortdurend, wat de bedoelingen zijn. En dat is fijn. En dat zie ik een beetje als buitenspelen, omdat ik dan eerst initieel heel goed luister naar wat willen ze, waar vertrekken ze van, zijn hun wensen. En mij daar dan... daar dan iets mee doe en ook mijn eigen inbreng uiteraard aan toevoeg. Met mijn eigen ding doen bedoel ik dan in de eerste plaats toch dat ik zelf een soort van vrijheid heb om telkens als iets zich aandient dat ook te kunnen aannemen, omdat ik voel dat het zo moet. Vanuit een innerlijke drang en wat mij bezighoudt, wat ik belangrijk vind. En dat ik dan niet hoef te denken aan commerciële overwegingen, modus, al dat soort dingen die eigenlijk onmogelijk volgens mij een drijfveer kunnen zijn om iets te maken. En ik heb het gevoel dat ik dat wel kan, alhoewel dat het... zeker een onzeker bestaan blijft, hè. Het schrijverschap. En dat je soms wel afvraagt van, kan ik dit praktisch volhouden? Maar tot hiertoe lukt dat. En dat is eigenlijk de voornaamste wens die ik voor mezelf heb. Dat ik op die manier kan blijven doen wat ik doe. En ook wel wat ik toch ook wel fijn vond in de laatste 12, 13 jaar sinds ik gedebuteerd ben, is dat er... door de vertalingen, maar ook door netwerken die er zijn in de literaire wereld, wereldwijd. Dat ik ook heel veel reis en heel veel uitgenodigd word voor allerhande opdrachten
Het is geen goed idee om voortdurend alles aan te nemen wat opdrachten betreft, maar toch heb ik daar vaak ook geen spijt van gehad, omdat het mij dingen aanreikt, over dingen doet nadenken, paden toont die ik misschien anders niet bewandeld zou hebben, maar die mij wel verrijkt hebben. Ja, ik zit op dit moment wel in een rare fase in mijn schrijversbestaan, vind ik. Ik heb echt zoveel gegeven voor 30 dagen, vind ik, en was ondertussen ook nog andere dingen aan het doen. En ik heb de laatste jaren zo hard gewerkt dat ik daarna, na dat boek, ook zo moe was en nog altijd het gevoel heb dat ik daar nog niet volledig van hersteld ben. En omdat het boek nu succes heeft, treed ik ook heel veel op en dan kruipt daar ook weer veel energie in. Dus ik tracht nu eigenlijk heel hard naar een periode van een beetje afzondering en schrijfplezier. Dat is, want het plezier in het schrijven, ja, is toch waar het uiteindelijk over gaat en al de rest komt erbij.